Gefeliciteerd, Thomas. Kijk, ik heb speciaal voor jou slingers opgehangen. Ter gelegenheid van je nieuwe bundel. En nu ga ik een gedicht van je voordragen. We schrijven. In een krappe ruimte, een oneindige vlakte. Bovenop je hoofd zit een grijnzende baviaan. Hij ergert ons en vermaakt zich. Hij zwaait met zijn achterloze lianen het glas uit je hand. Eerst willen we de wijn redden, dan het glas, dan het toetsenbord, waar het allemaal op neerkomt. Eerst willen we zeker weten dat onze laatste woorden bewaard blijven, dan willen we onze volgende woorden kunnen blijven bewaren. We moeten intussen op zoek naar nieuwe wijn. Een nieuw glas. Bananen. Onsterfelijkheid. Eerst wil je jezelf zijn. Dan de baviaan.